Mijn naam is Wouter Joosen, ik ben adviseur van de Accenture-methode en vandaag wil ik jullie wat vertellen over het EDS, het Accenture Diamond System. Dat is een systeem waarmee we in 3 stappen heel eenvoudig en zonder chemie natuursteen een glans kunnen geven. Dat ga ik vandaag doen met de Accenture 5535 en ik zal jullie rustig uitleggen hoe dat in zijn werk gaat. In de basis zijn dat namelijk 3 stappen waarmee we dat kunnen doen. Dat is namelijk stap 1. Het slijpen van de natuursteen. Hiermee halen we een klein stukje van de natuursteen af. Daarmee wordt die mat, halen we lichte krasjes of vlekken uit het oppervlak. En daarna gaan we de steen verdichten met stap 2. En we gaan hem uiteindelijk polijsten met stap 3. Zoals jullie misschien al kunnen zien, hebben wij gekozen voor hele dunne pads. De vergelijking met normaal traditionele reinigingspads zijn wat dikker. Zien we hier de EDS, hele dunne pads. En dit hebben we eigenlijk gedaan omdat we dan minder kunnen compenseren op een natuursteen. We zien namelijk dat we, als we gaan slijpen op een natuursteen, dat we al dat sinaasappelhuid creëren. Hoe dunner een pet, hoe minder we kunnen compenseren. Dus hoe minder de zachte deeltjes van natuursteen ingelukt kunnen worden. En daarmee voorkomen we sinaasappelhuid. Het is niet helemaal sinaasappelhuidvrij, het is al minder sinaasappelhuid. En daarnaast hebben we minder energieverlies. Hoe meer ruimte tussen de machine en de ondergrond, hoe meer energie er verloren gaat. Hoe vaker we het oppervlak moeten passeren. Met het EDS-systeem gaan we per stap 4 keer passeren. Dit systeem werkt alleen op kalkhoudende natuursteen. Dus als het een namaak is of het is een hele harde steen zonder kalk, kunnen we hem wel reinigen, maar we kunnen hem niet slijpen. En ook niet polijsten met het EDS-systeem. We gaan het dus vandaag doen met de Accenture 5535. We hebben voor deze machine gekozen omdat deze met gewichten genoeg druk heeft om efficiënt te kunnen slijpen. Dit kan ook met de Accenture 3020 Plus of de Accenture 4025. Laten we eigenlijk gewoon deze steen, deze is nu mat. We gaan hem gewoon eventjes in 3 stappen terugbrengen op glansniveau en dan gaan we laten zien hoe dat werkt. Voordat we beginnen moeten we altijd even zeker weten dat het een kalkhoudende natuursteen is. Dat kunnen we even doen door een testje te doen, een zuurtestje met een PA1-middel. Je doet een klein druppeltje op de steen en als die wit uitslaat, dan reageert het middel, weet ik zeker dat er kalk in zit. Nou, we zien het eigenlijk direct dat die wit uitslaat. Gelijk nat maken, neutraliseren. Doe het altijd even in een hoekje van een ruimte of onder een radiator. Ergens niet midden in de ruimte, want het laat vlekken achter. Oké, we zijn er nu dus achter dat deze steen kalk bevat. En daardoor kunnen we die 3 stappen gaan doen. We zien hier een matte natuursteen. Als ik mijn zaklampje van mijn telefoon pak en ik doe dat erop, dan zie ik eigenlijk geen glans. Ik kan het lampje niet terugvinden. We gaan hem in 3 stappen gaan we terug opbouwen. En dan beginnen we met stap 1, dat is kool 800. Daar gaan we het oppervlak heel licht mee slijpen. Hierbij gebruik ik alleen water. Dan gaan we per stap 4 keer de vloer passeren. Het liefst doe ik het altijd even kruis links. Dan ga ik heen en weer kwartslag draaien, nog een keer heen en weer. Het is een hele kleine steen, dus ik heb hier niet zo heel veel ruimte om te draaien. Dus ik doe het eventjes 4 keer heen en weer. En daarmee zullen we het resultaat moeten zien. Even wachten tot de steen droog is. Als ik dan mijn zaklampje er weer opzet, dan zien we nog steeds weinig glans. Dat klopt ook, we zijn nog steeds aan het slijpen. Dus gaan we door naar stap 2, dat is korrel 1500 en daarmee gaan we de steen verdichten. Dan gaan we weer 4 keer passeren. Dan ga ik er weer een zaklamp op zetten. Nou even kijken. Iets meer glans zien. En zachtjes aan zie ik nou een heel klein beetje het stipje van mijn lampje. Er komt dus een beetje glans terug. Dan gaan we nu met stap 3, dat is korrel 3000. De vloer polijsten, even een zijde glans. Dus hoe fijner de korrel, hoe dichter we het oppervlak zetten en dat creëert glans. Daardoor kan het licht weer kaatsen.
dan zien we steeds meer glans terugkomen. Als ik nu mijn zaklamp erop zet, dan zie ik vanaf hier al een stipje komen. Zo zien we dat we een zijdeglans geven aan de steen. We kunnen dus in drie eenvoudige stappen een natuursteen licht renoveren. Het voordeel natuurlijk met de accentenmethode dat we genoeg druk hebben. We kunnen in de hoeken komen, langs de plint werken. En we kunnen een snel resultaat behalen. Wilt u nou meer informatie over het licht renoveren en slijpen en polijsten van natuursteen? Ga dan naar onze website www.accenten.com en vraag meer informatie aan.